Dan gaan we naar het Aegon Toekomstjournaal met de wedstrijd van de E1 van Ajax tegen AS80 D1. En de eerste kans van de wedstrijd is voor Juja Ikeshita. De mooie paas was van Vint Stam. En Ikeshita net niet met de 1-0. De E1 getraind door Peter van der Hengst. U ziet ook Heini Otto op de bank. En de E1 speelt geweldig mooi voetbal dit seizoen. Hier de actie van Nassi Unuvar. En uiteindelijk het schot van Vint Stam over de keeper heen. En zo is het 1-0. Het heeft veel weg van een soort van vuurpijl. De poging van Stam, maar het is gewoon een doelpunt. Unuvar. Behendige speler, de nummer 10 en de captain. Unuvar met het schot met links. Maar ditmaal pakt de doelman wel. Jason Fitzjim, die een moeilijke middag had. En let op deze aanval. Een prachtige aanval. Beginnend over rechts. De voorzet. Het is Geno Campagne. Campagne richting Unuvar. Unuvar heeft een mooie actie. En dit is een soort van tiki-taka voetbal. Want het gaat heel snel. Let u op. Vint Stam hier. Kaats. Met Ikeshita. Stam naar rechts weer. Unuvar. Ziet Campagne, die heeft een mooie lichaamsschijnbeweging, trekt de bal dan voor. En het doelpunt van Unuvar. Maar de scheidsrechter fluit deze aanval af. Het zou buitenspel zijn. Prachtige aanval van de E1 en helaas geen doelpunt. Campagne, mooi. Goed gedaan en de paas in de diepte. Dit is Alen Karasinovic. Moeilijke naam, maar hij scoort wel. Met een beetje hulp van de nummer 8. Van AS80, dat is Aymar Berggraaf. Karasinovic met de 2-0, zullen we maar zeggen. Een goede aanval in ieder geval. AS80 was ook gevaarlijk, een aantal keren in dit duel. Bijvoorbeeld hier, met de bal op de lat van Ojani Naida. De bal is dan nog niet weg, wordt opnieuw ingebracht. Het is een beetje een rommelige situatie, maar een schot weer van AS80 van aanvoerder Oulali. Recht in de handen van Thijs de Rooy. Maar dus ook kansen voor AS80. Hier weer Oulali achter de bal met de vrije trap. Oulali, let u op de doellijn staat de aanvoerder, Unuvar. Hij kopt de bal weg. De Rooy kon er niet bij. Goede poging van Oulali. Dan weer een mooie aanval van de E1. Vint Stam zet hem op met een mooie paas. Binnendoor richting Karasanovic. Karasanovic legt hem terug op Campagne. Geduld en combinatievoetbal. Dat is de sleutel van het spel van de E1. Unuvar richting Bonsu. Immanuel Bonsu met de voorzet dan helemaal vrij. Vint Stam, hij zette de aanval op. En zijn kopbal mist een beetje richting en een beetje kracht. Maar weer een mooie aanval van de ploeg van Peter van der Hengst. Dan de laatste aanval van de wedstrijd. Bonsu met de ingooi op eigen helft. Unuvar draait weg en is vrij. En speelt de bal dan diep. Vint Stam, goed gelopen, is zijn man voorbij, alleen op de keeper af, met naast hem Karasanovic. En die maakt er 3-0 van. Doelman en al, het doel in. En dit is ook de eindstand, de E1 wint met 3-0. En later op de dag speelde de A1 van Ajax tegen Heerenveen A1. Jerry St. Just. Ruimte op rechts bij Basagicol over Terry Lardai-Sannies. Basagicol op snelheid, Mouts laat eruit. En dan de poging. Doeltrap, gevaarlijke situatie. In de 9e minuut van de wedstrijd. Een slechte paas daar. Kan Chakmak ertussen komen. Jaagt zich een ongeluk, maar wordt daar uitgetikt. En weer Chakmak met de paas. Op Vissers, Melvin Vissers. Vissers schiet in één keer, maar kist op de goede plek. Eerste schot op doel van Ajax. Doorgekomen door Pelle van Amersfoort. Daar de mogelijkheid, een lopje daar, gaat net naast. En daar de doorkopbal, Pelle van Amersfoort. Van Amersfoort kan hij schieten. Goeie poging, spectaculair. Gaat een metertje of twee over, maar een bliksemsnelle, gevaarlijke aanval van Heerenveen.
Vrij trap Ajax. Riedewald hoog en de kopbal van Çakmak over Sarah Çakmak. Tariq Kada. Çakmak op Akolatse. Akolatse. Elton Akolatse. Schuimbeweging. Akolatse schiet. En bal in het zijnet.